Ik heb vandaag een presentatie gegeven over de 10 do's van werkgeluk. Dat als je met werkgeluk aan de slag wilt gaan, wat zijn dan punten waar je aan moet denken, aan kunt denken om te gaan doen? Ik kan er wel een paar noemen. Bijvoorbeeld één doel is, houd er rekening mee dat werkgeluk iets heel individueels is. He, dus iedereen is uniek en dat geldt zeker ook voor werkgeluk. Het is heel moeilijk om één aanpak toe te passen waarmee iedereen gelukkiger wordt in zijn werk. Dus je moet echt kijken naar wat maakt jou als persoon nou gelukkig. Wij gaan ervan uit dat werkgeluk de verantwoordelijkheid is van zowel de medewerker als de organisatie. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid. En als je kijkt naar de organisatie speelt cultuur een heel belangrijke rol. Maar ook de rol van de leidinggevende is daarin heel belangrijk. En die bepaalt voor een groot deel het werkgeluk van de medewerkers. Nou, in de presentatie heb ik ook gezegd, en dat was eigenlijk een beetje de uitsmijter, dat was de 10e doel. Als je nou ergens wilt beginnen als het gaat om werkgeluk, begin dan met waardering. En waarom waardering? Nou, er zijn eigenlijk twee redenen voor. Eén, het is vrij makkelijk om te doen. Hè, onderling met allerlei activiteiten. Maar het is ook belangrijk omdat het effect heeft op andere onderdelen die samenhangen met dat werkgeluk. Het gaat erom dat eigenlijk als je het hebt over werkgeluk en werkgeluk vergroot in organisaties, is het een stukje cultuurverandering. En dat moet je heel praktisch maken. Daar hebben wij de 1-2-3 methode voor ontwikkeld. En dat gaat er eigenlijk vanuit dat je gezamenlijk, stel je bent een team en je wilt werken aan één doel. Het moet wel een doel zijn waar je invloed op hebt, bijvoorbeeld een positievere sfeer in je team. Dat ga je vertalen eigenlijk in twee heel concrete gedragingen. Bijvoorbeeld, we gaan niet meer over elkaar praten, alleen nog maar met elkaar. Of we beginnen elk teamoverleg met een rondje waardering. En de derde is dat je supportvormen gaat creëren om dat weer te ondersteunen. Bijvoorbeeld, je zou een workshop over uitsprekencultuur kunnen gaan volgen. Of het echt zichtbaar maken hoe vaak je eraan houdt. Dat is eigenlijk in het kort de 1-2-3 methode.